Het ministerie van Arbeid richt zich nu vooral op duurzame arbeidsontwikkeling en diversificatie van de economie. Dit zei minister Suharto Mustaja vandaag op een persconferentie in verband met de Dag van Arbeid aanstaande maandag. De bewindsman heeft hierbij aandacht besteed aan de huidige problemen op het gebied van arbeid in Suriname. De uiteenzettingen hiervoor zijn volgens Mustaja vastgelegd in het nieuwe ontwikkelingsplan 2017-2021 dat binnenkort behandeld zal worden in de Nationale Assemblee. De basis wat mij betreft moet zijn gelegd door het produceren. Het heeft lang geduurd, maar hij is eindelijk daar, ligt klaar ter bespreking om aan te vangen. En dat betekent dat wij op een andere manier de rol van de overheid moeten zien in dat transformatieproces, in dat proces dat moet leiden tot die grotere nationale koek. En ik heb ook al op een meeting recentelijk, ter gelegenheid van de jaren van een vakcentrale gezegd, er is nu een Johari Jotrusu over hoe moet je die nationale koek, die we met z'n allen de eigenaar zijn, hoe moet je dat verdelen zodanig dat iedereen zijn of haar portie krijgt en vooral tevreden moet zijn. En dat is nou de opdracht. En dat lukt nooit. Dat zal nooit lukken om iedereen tevreden te stellen. Dus heb ik dan toen geopperd de gedachte, is het misschien niet beter als iedereen niet tevreden gesteld kan worden, dat we eigenlijk een soort verdelingsprincipe toepassen, waarbij iedereen in gelijke mate ontevreden is. Mustaja beklemtoont dat de private sector de motor moet zijn van de ontwikkeling. Hij maakt zich daarom sterk voor nationale dialoog tussen de diverse maatschappelijke groepen en de regering. Wij hebben de verantwoordelijkheid om onze deelverantwoordelijkheid in te vullen in het kader van wat thans op nationaal niveau gebeurt onder leiding van het staatshoofd om inderdaad in een soort nationale dialoog om uit de perikelen die we thans hebben om daaruit te komen. En wij denken dat wij op deze dag, op 1 mei, dat wij als Wolkomans ons moeten bezinnen hierop, historisch en toekomstgericht, en dat wij toch ondanks de vele struggles die wij nu moeten ervaren, dat wij in staat zullen zijn om in goede dialoog met elkaar om uit de problemen te komen. En dan desalniettemin zeg ik dan, hoe moeilijk dat ook is, ik wens u allen een plezierige, bezinningsvolle Wolkomandé toe. Arbeidsminister Suharto Mustaja vandaag tijdens een persconferentie op zijn ministerie. De bewindsman sprak zijn boodschap uit ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid op 1 mei.